Nou, het volledige voegwerk is opnieuw gedaan. Alles eerst uitgebikt en daarna de linten en de stoot voegen. Horizontaal, verticaal, alles opnieuw. Ik vroeg net aan de jongen die het gedaan heeft, hoeveel zijn het er? Toen zei hij, nou ja, ontelbaar. Dat is een enorm werk geweest. Wat het meest zichtbare is voor het publiek, is dat het beeldhouwwerk, dat is van Antonie Ziesenis, is weer helemaal in oude luister hersteld. De engeltjes misten zo hier en daar wat tenen. Nou ja, in het boek kon je niet meer bladeren, zal ik maar zeggen. En er waren gewoon, het was ja, onder de duivenpoep, heel Amsterdams, maar niet charmant. Ik kan er enorm van genieten, ja, zeker. Het is echt, ja, het is toch een monument. En dit is dan alleen nog maar de buitenkant. Nou, dit is de Zuilenzaal. Het was zo dat voor de renovatie en verbouwingswerkzaamheden was hier, dat zie je waar die grijze bekisting is, daar was een wand, daar zat de receptie en op zichzelf kon een deel van die wand wel geopend worden. Maar dat was altijd een hele happening. Nu heb je weer vol zicht, dus eigenlijk over de volle lengte van het pand op de Kloveniersburgwalzijde heb je de Zuilenzaal. Vroeger zat hier een systeemplafond in, dus dat was verlaagd. Nu zie je weer de 18e eeuwse balken, dus dat is echt weer origineel. Wat wel een grote verandering is, dat de wc-ruimtes nu volledig omgetoverd zijn tot keuken. Met een lel van een afzuigkap, zodat niemand last heeft van de vislucht tijdens de voorstelling, om er wat te noemen. En ook hier zijn we heel trots op dat we het theater op deze manier hebben kunnen uitbreiden. Dit is de eerste dag super spannend proefdraaien in de keuken. Maar dit waren dus de wc's. Zo zie je maar wat een verbouwing allemaal voor nieuwe, ja, een nieuwe start kan betekenen. We komen nu in de grote zaal waar alles klaar staat voor de voorstelling Tasso. De acteurs zijn gearriveerd en zijn, zoals dat dan heet, aan het spacen om hun ruimte weer in het decor. Ze zijn zaterdag in première gegaan in Den Haag en dit is de eerste avond dat ze in Amsterdam staan. Je zei net al, dit is al 24 jaar, mijn huis. Hoe vindt u dat het er geworden is? Ja, fantastisch. Ik bedoel, we hebben altijd het huis, maar vind ik zelf, beperkt kunnen gebruiken. Omdat we er allerlei ruimtes in waren die voor werkplaatsen of voor studio's in gebruik waren. Nou, zoals deze ruimte hier achter ons. Die is nu ook open. We hebben ook echt nu de horeca geprofessionaliseerd. Dus ik ben ontzettend gelukkig met het feit dat het huis nu alle mogelijkheden kan gebruiken die het in zich heeft.